Oké, nog één keertje. Ja, dat vind ik perfect. Oké, ja, nee, ja, maar hier. Probeer hier. Romeo, ga weg. Vader klapt jou zijn. Je weet niet waarom terug. Wat is je Insta? Ik heb geen Insta. Voeg me op Snap. Oké. Leuk toch? Oh, kijk even. We gaan dus een nieuw stuk doen met de toneelclub. Vet toch? Casper wil dus een straattaalversie maken van Romeo en Julia. Kijk, wacht, ik krijg het. En Julia. Ik vind het waard. Weet je, ik wil zeker dat ik die rol ga krijgen. Kijk, Tom en Fabio willen natuurlijk de rol ook. Maar hey, die boys vergeten echt alleen maar hun tekst. Ach. Shit. Ik zie nu wel met Simone. Zou we zo graag Julia zijn? Eerlijk, jij en ik, Romeo en Julia. Ja, sowieso. Ik vind het wel spannend hoor. Ik bedoel, die nieuwe Ginger op school. Wat is haar naam? Oh ja, Anne. Zij zit dus nu ook bij de club. Check die vuurtoren. Zullen we hem nog één keertje doen? Ja. Hey, Julia, waar zit je? Romeo, ga weg. Mijn vader klapt als hij ziet. Je weet, ik klap hem lekker terug. Wat is je Insta? Ik heb geen Insta, maar voeg me op Snap. Ik hoop echt niet dat ze Julia wordt, man. Ik bedoel, niet alleen voor Simone, zij is zo jaloers. Maar dan moet ik met haar zoenen. Met een stoplicht. Dat kan ik echt niet doen. Ik kom mijn vrienden al lachen. Ik kan het echt niet geloven. Paf, ik heb de rol. Ik speel Julia. Oh, ik had het echt niet verwacht. Oh, goed zo. Ik kan het niet geloven. Ik heb de hoofdrol. Ik speel Julia. Toen Casper het zei, heel eerlijk, ik dacht dat hij een grapje maakte. En ik had dan wel heel goed geoefend. Maar ik had eigenlijk verwacht dat Simone de rol zou krijgen. Jij speelt dan. Vooral omdat zij vriendin is van Jamal. En last but not least... Anne. Jij krijgt de rol van Julia. Wat? Casper vroeg of Jamal en ik nog wat vaker samen kunnen repeteren. Ik vind het zo vet dat ik met hem mag spelen. Hij is zo goed. Volgens mij is Simone wel boos op mij. Eerst deed ze nog wel aardig. Maar nu ik Julia speel, doet ze heel kort af. Kijk dan, kijk hoe cute. Kunnen we dat team samen? Ja, toch niet samen. Laat me dan niet changer zien. Is toch leuk? Ik ben echt niet blij, man. Anna, Julia, die Ginger. Eerlijk, Casper is echt gestoord. Ik vond het al niet chill. En nu doet Simone ook nog helemaal chagrijnig tegen mij. En mijn vrienden dan. Die lopen echt alleen maar te fokken. Fabi. Dus... Jij gaat de vuurtoren zoenen? Hou het kapje bekken. Die Ginger moet echt snel vervangen worden. Het is niet leuk meer bij het toneel. Simone doet alleen nog maar rot tegen me. Ja, sorry dat ik onderbreek, maar Anne, kijk dit. Hey Julia, waar zit je? Romeo, ga weg. Mijn vader gaat je klappen als hij je ziet. Je weet, ik sla hem net zo hard terug. Wat is je Insta? Ik heb geen Insta, maar voeg hem maar even op Snap. Ik hoor ze wel, achter mijn rug. Alles wat ze over me zeggen. Zij is toch echt geen Julia? Een ex. En ik probeer het te negeren. Maar steeds als ik op het toneel sta, moet ik er weer aan denken. Hey Julia, waar ben je? Romeo, ga weg. Check die vuurtoren. Shit. Het is weer net als op de basisschool. Hoe mensen toen tegen me deden. En... Eindelijk kan ik doen wat ik leuk vind. Eindelijk heb ik deze kans. En dan gaat het weer zo. Ik ben er gewoon zo klaar mee. Casper vroeg vanmiddag aan mij of hij me nog ergens mee kan helpen. Ik wil niet dat hij aan me gaat twijfelen. Of dat hij toch Simone de rol geeft.
Ik ga zo aan pap vragen of hij me wil oefenen. Ja, wat zie je eigenlijk in Romeo? Nou, Oké, tot hier. Eerlijk, ik trek dit niet. Ik irriteer me er zo erg aan. Anna vergeet de hele tijd haar tekst. Het ziet er gewoon niet meer uit. Ik zweer het, door haar gaat heel het stuk naar de kloten. Als Casper nog steeds wil dat Anna Julia speelt, dan gaat iedereen ons uitlachen. Ik zweer het, Roodkapje moet weg. Ze zijn zo kinderachtig. Ja, ik liet dat vallen. Omdat de voorstelling steeds dichterbij kwam, moesten we vandaag onze kostuums passen. En weet je wat ze voor mij hadden? Hey, doe eens normaal. Dat kan echt niet, bro. Hey Anne, het is maar een grapje. Tuurlijk is het geen grapje. Het was bij haar. Ik zou ze willen laten weten hoe het echt is. Hoe het voelt. Maar ik denk dat ze het dan nog steeds niet zouden begrijpen. Ik zou nu eigenlijk de laatste scènes moeten oefenen. Maar waarom? We zijn dus voor de allerlaatste keer aan het repeteren. Of andere dingen doen. Jamal. Ja? Heb jij Anna al te pakken kunnen krijgen? No, sir. Roodkapje is echt een amateur. Ja, dat dus. Anne is er niet. Op de generale repetitie. Wacht even. Dit is perfect. Als Anne er niet is, krijgt Simone de rol. Zij kent basically heel de tekst. Nog 15 minuten iedereen. Hey, yo, Julia, waar ben je? Romeo, ga weg. Mijn vader klapt je als hij je ziet. Je weet, ik klap hem net zo hard terug. Wat is je Insta? Ik heb geen Insta, maar voeg me maar even op Snap. Iedereen heeft het erover. Ze zeggen letterlijk dat Simone beter speelt dan ik. Anne? Ja? Je leraar van toneel zit beneden. Ik wil het er niet over hebben. Anne. Is het waar? Van de rol gezet. Ja. Allemaal door die vuile snitje Anne. Het begon allemaal toen Casper met ons wou praten over dat we haar gepest hebben of zo. Ja, en toen ontplofte ik. Ik ben gewoon echt even eerlijk tegen hem geweest. Ik zei, Cas, luister. Anne doet alleen maar dingen fout. Simone is veel beter voor deze rol. Ja, en toen heeft hij mijn rol aan iemand anders gegeven. Mijn rol. Ik hoor Robin spelen. Oh, Julia. Nu mis je de release van de nieuwe GTA. Het is maar een game, gast. Weet je wat ik nog erger vind? Dat ik niet meer zo vaak kan chillen met jou. Oh, Julia. Ik hou zo ongelooflijk veel van jou. En ik van jou. Shit, wat hou ik veel van jou. Toen Casper hier langskwam, wilde ik nooit meer acteren. Maar toen vertelde hij iets over zichzelf. Over dat hij vroeger gepest werd met dat hij op jongens valt. Hij dacht ook dat er nooit iemand naar hem wou kijken. Maar als hij kan blijven doen wat hij leuk vindt, waarom ik dan niet? Casper zei dat juist iemand zoals ik Julia kan spelen. En weet je, ik geloof dat ook. Want ik zou me niet moeten aanpassen aan anderen, maar anderen zouden zich moeten aanpassen aan hoe ik ben.